Breda Nu. Je weet het meteen. Deze week zijn in het Masbos onderhoudswerkzaamheden gestart. Hierbij worden van tevoren gemarkeerde bomen verwijderd om zodoende te zorgen voor meer licht en meer ruimte. Door meer licht en ruimte te creëren, krijgen jonge bomen de kans om te ontkiemen. En dit komt de variatie van het bos ten goede. Tot en met 7 oktober worden hier boswerkzaamheden verricht. En naast mij is boswachter Floris, die kan ons alles vertellen daarover. En als eerste wil ik vragen, wat is het doel van al die werkzaamheden hier? Wij zijn hier nu bezig met reguliere boswerkzaamheden. Dat betekent dat het eigenlijk een jaarlijks terugkerende werkzaamheid is wat we hier doen. Ook altijd rond deze periode. Momenteel zijn we bezig met het vellen van bomen, zoals we dat noemen. Dus bomen verwijderen uit het bos. Achter mij zie je bomen, daar staat een oranje stip op. Die bomen die zijn geblest, want voordat wij een boom omhakken gaat eigenlijk heel veel komt erbij kijken, gaat eraan vooraf. We gaan allereerst kijken van waar willen we naartoe met het bos. Hè? Moeten we bijsturen door bepaalde soorten weg te halen, bepaalde hoge bomen weg te halen om licht te creëren. Op het moment dat we dat gezamenlijk vastgesteld hebben, gaan we dus aan de gang met de spuitbus en markeren we de bomen die we willen verwijderen met een oranje kleur en de bomen die we willen behouden met een blauwe kleur. Als dat gebeurd is, dan is het heel duidelijk in het veld, dus in het bos te zien wat we van plan zijn. Daar komen onze collega's, de ecologen, die komen door het bos, die gaan overal doorheen. Checken eigenlijk elke boom die gepland staat om verwijderd te worden. Op bijvoorbeeld holtes waar vleermuizen kunnen zitten of bosuilen. Kijken of er vossen burchten aanwezig zijn, mierenhopen. Dus daar zorgen we ook voor dat het helemaal op een ecologisch verantwoorde manier gebeurt. En daarna, als dat is vastgesteld dat dat kan, dat het duidelijk is van waar we willen, welke hoeken we moeten vermijden vanwege die ecologische factoren, dan kunnen we aan de slag. Nou, hier zijn we op een plek waar ze druk bezig zijn met wat is hij aan het doen? Wat we hier zien is een machine die noemen we een harvester. Dat is dus een machine die speciaal is gemaakt om bomen om te zagen. Je ziet, het is een groot apparaat en er moet natuurlijk behoorlijk wat kracht hebben om die grote bomen goed naar beneden te krijgen. Je ziet dat hij een grijparm heeft. Daarmee pakt hij de boom eigenlijk, klemt hij hem vast. Er zit een motorzaag zit daarin. Die zaagt de boom af. Dan tilt hij hem een stukje op. Legt hij hem plat. En op dat moment laat hij eigenlijk de boom door die grijparm heen rollen. Dan wordt tegelijkertijd meet dat apparaat de inhoud van een boom. Eigenlijk dus de hoeveelheid kubieke meters hout dat hij heeft. Hij zaagt het in hapklare stukken, om het zo maar te zeggen. Als deze machine hier klaar is, komt er nog een andere grote machine, dat noemen we een uitrijder. Die krijgt vanuit de harvester de informatie waar bepaalde hout voor bepaalde bestemmingen ligt. Dus al het hout wat bedoeld is om naar een zagerij te gaan voor planken, dat ligt bij elkaar. Dus je weet precies waar die moet zijn. Voordeel van werken met zo'n machine, het is grof geschud. Mensen schrikken ervan en het is imposant. Maar het is vooral een kwestie van dat we eigenlijk zo kort mogelijk lawaai hebben in het bos. Als dit allemaal met de hand moet gebeuren, met kettingzagen, dat zou je eigenlijk jaar rond herrie in het bos hebben. En deze doet het gewoon veel en veel sneller en efficiënter. Dus vandaar dat er met zo'n machine gewerkt wordt. Breda Nu. Je weet het meteen.